Zoals altijd, mijn naam is Youssef en ik ben hypnotiseur. En ik ga jou helpen om te zorgen dat de overgewicht volledig voorbij gaat. Deze video gaat over de vraag en de opmerking dat veel mensen denken of hebben. En dat ze denken dat hun overgewicht is te wijten aan iets buiten hun. En deze video ga ik uitleggen dat waarom overgewicht is een inside job. En dat betekent dat is iets wat van binnen is, niet van buiten. En wat van binnen is, je kan niet van buiten oplossen. En dat wat bedoel ik ermee? En stel je voor dat jij van binnen, dat jouw onderbewuste, dat deel van jou die alles doet om jou gezond te maken, als je dat niet op de juiste manier behandeld is, dan maakt het uit wat je doet, dat je onderbewuste gaat gewoon werken en werken en werken, zodat jouw gewicht op het niveau komt waar altijd geweest is. En dat is een inside job. Dat betekent, je onderbewuste is degene die jou dik maakt. Maar het is niet dat wat je denkt. Dat je onderbewuste is jouw vijand en hij wil jou dik maken. Nee, je onderbewuste is juist is jouw vriend. Enige of belangrijkste functie van je onderbewuste is te zorgen dat jij veilig bent. In de hiërarchie van de mens is veiligheid is gewoon eerste. En dat is de functie van je onderbewuste om jou veilig te stellen. Om te zorgen dat je veilig bent. En hij doet het op allerlei manieren. Nou, misschien vraag je af, Hoe overgewicht zijn, zorg dat ik veilig ben. Dat is een goede vraag. Maar dat is eigenlijk logisch. Het is logisch dat wij denken dat, ja, eigenlijk, je weet dat als jij overgewicht hebt, dan je gaat gewoon je gewrichten gaat gewoon pijn doen. Je hart gaat een de vet zeg maar omringd worden en jouw nieren en alles gaat gewoon slecht als jij overgewicht hebt. Hoe is het mogelijk dat mijn onderbewuste gaat mij beschermen tegelijkertijd zorgen voor dat ik ziek word? Dat is een goede vraag. Nou, volgende. Sorry. Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe is het mogelijk dat onderbewuste weet dat als ik te dik ben, dan krijg ik allerlei ziektes. En toch, onderbewuste wil mij beschermen. Een beetje lastig, hè, te begrijpen. Ik snap het. Zoals ik zei, de eerste functie van je onderbewuste is jou te beschermen. En dat is kan mentaal zijn of emotioneel. En als je onderbewuste de keuzes maakt tussen jou veilig stellen, veilig maken, en tussen jou ook laten dik zijn, dan gaat hij voor veiligheid. En dan misschien vraag je af, hoe word ik veilig? Ja, maar dat is iets dat echt heel lang geleden bij jou ingekropen. En stel je voor, ik weet niet of dat jouw geval is, maar stel je voor dat jij seksueel lastig werd gemaakt. De
betast werd of wat dan ook. En dat is gevaar voor je onderbewuste. Dus wat doet je onderbewuste? Je zegt eigenlijk, het is gevaarlijk dat jij mooi bent, dat je dun bent, dat jij gewoon een mooie figuur hebt. Wat moet ik doen? Om te zorgen dat je niet meer lastig wordt gevallen door anderen. Dus je gaat te werken. Je gaat gewoon werken aan werken aan werken, zodat jij dik wordt. En doet het gewoon echt heel subtiele manier. Bijvoorbeeld, zorg ervoor dat jij zin krijgt om te snoepen. En geef je excuses om door te gaan met gewoon snijden. Dus snijden wanneer jij rustig zit televisie aan het kijken bent. Of in de auto aan de rijden bent. En geef je heel veel excuses. Ja, ik heb hard gewerkt. Ik verdien dit. Alles moet op. Er zijn zo tal van excuses. Die zorgen ervoor dat jij blijft eten. Zodat jij aankomt. En wanneer je aankomt, wordt het niet meer aantrekkelijk voor anderen. En dan ben je veilig. Snap je een beetje redenering hiervoor? En dat is eigenlijk echt de reden wanneer jij probeert alles op af te vallen en gaat niet lukken. Je onderbewuste gaat altijd winnen. Je kan eigenlijk voor je voorstellen, je hebt een ijsberg aan de bovenkant. Is een gedeelte die boven water is. En de hele grote deel onder water. Dan weet je niet. Alleen je wens om af te vallen is helemaal bovenkant. Is je wens. En dan de reden waarom jij overgewicht hebt is de onderkant. Oké, nu dat je weet dat de overgewicht inside job is, hoe moet ik hiermee omgaan? En daar is waar ik jou kan helpen om bij te komen. Kijk, je kan niet op een logische manier communiceren met je onderbewuste. Onderbewuste heeft andere taal. Spreekt andere taal, begrijpt andere taal. Is geen taal van logica. Is een taal van emotie. Wanneer jij probeert je onbewuste aan te spreken om iets te doen, alsof jij Arabisch spreekt voor Engelse sprekende mensen, of Nederlandse sprekende mensen. Ze begrijpen het niet. Dus de manier van communicatie met je onbewuste is volledig anders dan wat jij denkt. En daar is waar ik jou kan mee helpen. Om te zorgen dat jij juiste communicatiekanalen openmaakt met je onderbewuste. Dat alle programma's die in jouw onderbewuste opgeslagen zijn, dan worden gewoon aangepakt. En op de juiste manier vertaald. Voor jouw onderbewuste. En daar gaan we gewoon aan werken. Zodat je onderbewuste weet dat eigenlijk je bent nu veilig. Dus hoeft dat niet meer. Om alle excuses te produceren, zorgen dat jij dik wordt. Dik worden is niet meer nodig. Dat moeten wij duidelijk maken bij je onderbewuste. En wanneer dat duidelijk gemaakt wordt, afval is plaatje van een cent. Omdat je weet alles, alle dingen die vroeger gezegd had tegen jezelf excuses waren. En excuses die zorgden ervoor dat jij blijft eten, dikker wordt. En iedere keer dat jij slaapt in de nacht, je onderbewuste gaat gewoon echt heel hard werken, zodat jij blijft dik worden. En als jij probeer van alles te vechten tegen je onderbewuste. Wie gaat winnen, denk je?
Denk je dat jij gaat winnen of je onderbewuste? Natuurlijk. Weet je nog, ijsberg onder water? Dat gedeelte gaat altijd winnen. En hoe doet dat? Wanneer je slaapt, gaat werken. Werken, werken, zodat jij veilig blijft, dik blijft. Wil je dik blijven? Blijf doen wat je altijd gedaan hebt. Ook tijdelijk ga gewoon op zoek naar iets om te zorgen dat jij tijdelijk opvalt. Want je hebt gewoon ervaring altijd. Die ervaring heb je. Je gaat heel hard proberen af te vallen. En je valt ook af. Voor een week, twee, drie. Maar daarna, gewicht komt volledig terug. Ja. Dat is altijd de vraag, moet je gewoon aan jezelf stellen. Waarom is het zo? Waarom mijn gewicht komt altijd terug? Omdat het gewicht is tussen jou en je onderbewuste. En daar heb je gewoon echt help bij nodig. Om te zorgen dat je onderbewuste begrijpt dat jij bent nu veilig. Dat hoeft dat niet meer. En wanneer je dat begrepen hebt, dan afvallen is gewoon zo makkelijk. Vraag aan mijn cliënten. Die hebben helemaal geen moeite meer om af te vallen. En niet alleen dat, blijven gezonde gewicht blijven houden. Wil je ook dat? Laten we weten. Niet vergeten te abonneren en duimen voor deze video. En ik zie je in de volgende video. Doei doei.